Kijken als het goed is. Van tante Raisa was goed. Die we anderen hadden gegeven. Het lijkt nog een beetje te licht. Ja, oh, wauw. Die is heel grote pietjes. Die is grote. Tante Ra. Kijk, die watermeloen van ons. Die van haar was ook mooi. Laten we kijken. Mijn buurman heeft geplant. Mijn oom. Laat me kijken hoe zijn watermeloenplantje eruit ziet. Ik heb hem gewezen, die watermeloen die we net hebben gesneden. Hij zegt, dat is toch niet mijn watermeloen? Dan kijk naar zijn plantje. Dus alleen dit. Hij heeft misschien maar 10 bladeren. En dan is er nog eentje daar, die heeft meer. Dus hij moet nog lang wachten voordat er eentje komt. En zien jullie zijn cassave. Hij heeft gezegd, zijn cassave groeit goed hoor. Eenmaal hij niet op iemand anders grond mag planten. Nou kan hij hier planten of dan plant hij hier. En hij zegt, kijk, het groeit ook goed hier. Die pomerakken zijn klein. Mira. Zijn pomerakken in die boom. Maar ze zijn klein. Ik denk door die droogte of door de hitte afgelopen maand of 2 maanden. Een paar zijn wel groot. Kijk, de meeste zijn klein. Hé! Hey, ga jullie weg! Gekke poesen. Gewoon zo komen jullie. Ga naar achteren. Kijk, pomerak. Zijn niet mijn pomerakken hoor, mensen. Van mij zijn achterop. Pardon. Van mijn oom. En tante. Dit is bij onze boom. Oh, er zijn toch een paar grote. Oeh, muskieten. Er zijn toch wel een paar grote. Ik ga plastic zak nemen of emmer. Dan ga ik even plukken. Oeh. Kijk. Niet te dicht. Ik weet. Kijk, daar zijn de pomerakken. Doet mij de antroa. Oma Rosse. Je oog? Oh. Ado. Ze filmen schieten, man. Shish. Kijk hier, hier zijn. Oh, wacht, daar staat. Dit is hem geworden. Bepaalde zijn beschadigd. Wie wil pomerak? Dit is voor die papegaai. Die ene ook. Waar is het? Dit ook. Nee, die is, doordat hij is gevallen, is hij beschadigd. Die is gegeten door. En die is ook door vogels. Misschien Olo, kom je op een wang. Abi worong, no?
zag gaten. Kijk, als ze wormen hebben. Van tante Rosse zei, die van Siwa heeft wormen. Van achterin. Maar deze niet. Nee, zijn die vliegjes daar. Hebben gaten gemaakt. Pas wormen, als die repen die gevallen zijn, niet worden opgeruimd. En dan die vliegen eraan gaan. Uh-huh. En dan die daar. Er zijn bijna geen. We gaan die verschillende vliegjes daar op. Bij. Leg het. Zo. Ik eet weer linzensoep, mensen. Ik krijg nooit genoeg van die linzensoep. Met oker en antroa. Linzen zijn ook goed voor diabetes. Mag je maar opzoeken. Zijn dat als erwten? Ja, het zijn als erwten. Ik vind het lekker. Ik vind het lekker. En ik heb ook hier mijn gebakken vis en mijn laatste sambal. En drinken. Ja. Oké, ik ga eten. Meedoen. Meedoen zijn al goed. Oh, want ik zie die andere, zie je ze 99%. Ja. Oké. Ja. Zo, ik heb hier pommelesitair zuurgoed gemaakt met peper. Dus het zal wel een beetje pittig zijn. Yes. Dit ga ik dan in de koelkast zetten. Ik denk een week lang. Na een week is hij pas van mij echt goed getrokken, want het zijn grote blokken. Ik heb ze wel gekapt in vieren of in tweeën. Yes. Zo, vandaag kook ik weer warme vis. Maar vandaag doe ik het in ketchup of kasripo. Mensen kennen het als kasripo of siu. Ik zeg gewoon ketchup hoor. Ik ben dat gewend. Vandaag heb ik dus geen tomatenpuree gebruikt, maar gewoon ketchup. Is ook lekker. Yes. Zo. Time voor bami sambal. Hier heb ik pepers en laos en zout. Gebruik een oude pot. Anders gaat een andere pot pittig zijn. Zo, ik heb wat uien, knoflook, magieblok, salamblad erbij gezet. Dit ga ik weer laten koken. Zo, ik heb wat olie erbij gezet. En tomatenpuree. Ik heb geen verse tomaten. Dan heb ik maar tomatenpuree gezet. Oeh, peper. Als meer peper. Hi boy. Nee. Noor pakt een kussen om op de vloer te liggen. En kijk wie met haar komt liggen. Manul. Huh? Kijk Manul, babe. Gelijk is Manul op de kussen gaan liggen. Naast haar hoofd. Hi boy. Kijk, gooi je fles weg, dan ga je baden. Ik maak hem niet te fijn. Ik hou niet ervan wanneer het te fijn is. Deze even prakken, even persen.
droge garnalen erin gezet, grote en kleine. Dus goed mixen. Zo, ik heb net wat bruine suiker erin gezet en een beetje chicken powder. Dit ga ik dan nog op vuur laten sudderen. Die laos en die salambladeren laat ik gewoon erin, alleen zodat de smaak ervan erin blijft. Ai boy. Nu weer. Kijk een muskiet op je dij. Links. Oei. Ik vind het. Maar nu is weer aan, ondanks je een beertje hebt gezet, hoor. Ja, een tor. Een tor. Hi boy Manuel. Ja, oké, okay, is goed zo, dat ligt hiernaast. Lolo, typo. Na een aantal minuten kwam die olie naar boven. Oei. Dan maak ik hem uit. Na een aantal minuten komt die olie zelf naar boven. Dan maak ik hem uit. En dan gaat hij hier in die pot afkoelen. En dan zet ik hem morgen in een bak. Yes. Done. Sexy bow, just. Druk op een beetje hard. Dan hou je stamper goed, no? Ja. Dus je moet zo dan dat die pinda niet eruit springt. Jij moet niet omhoog gaan. Nu niet maak sambal pecel. Op stamp. Door die stamp. Hoe is het weer? Pinda's, gebakken pinda. Waarvoor nu? Pinda-sambal? Voor pinda-sambal. Ik heb al een deel gedaan. Ik ben naar achter gekomen om dit te Je paw wordt groot. Ik maar rechter kan. Kan je maar linker? Maar.
En klaar. Nu. Volgende. De andere is al gedaan. Ja. Tweede ronde van haar. Oompie zei morgen ga je geen pen kunnen houden op school. Ik wil mijn linkerhand schrijven. Al kan ik dit proberen. Ja, kun je gewoon pingen. Maar gestampt. Zonder stampen. Zonder smaak. Zonder peper. Was je bloemen? Voor mij? Hè? Bibibi. Sorry. Hey, Mira. Er. Hoe jij in? Frans moet ook checken, is ook zo. Wat is hier geplant? Wat is hier geplant? Hé, Alan! Ik ken dat voor dat. Oh, waar een buiten. Dat is leuk, we gaan het erin. Je bent klaar. Oh, mijn dikke jukba. Wat? Zo, je gaat die lontong maken. Oh, ja, kan. Beetje. CY wil je hebben, werk voor je CY. Huh? Werken voor je CY. Even stampen. En met YouTube erbij. Bijna klaar. Ego. Bijna klaar. Openen. Opa. Je pinda sambal te koop. Verkoop nog? Zou je gaan verkopen dan? 1000 SRD. 1000 SRD? Die maat gaat kopen, boy. Wat is dat? Wat heeft opa daar gezet? Lemmetje. Lemmetje. Knoflook, kantoor. En? Knoflook, en knoflook, gebakken. Alles heeft hij gebakken. Lemmetje gebakken, knoflook en kantoor. En straks die pepers. Kantoor? Is de ene die we hadden gebruikt om die vis te stampen? Dat is ook een knolvoer. We hebben toch thuis in die emmer. Ruik je iets. Net ruik zo. Oh. Ga je stampen?
Suiker erbij. Ja toch? Oké, dat bakken ze niet. Vrouwen die je jong bakken. En dat is alles die bij je jong was. Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Ik zie het, ik zie het. Mix. All done. Nu is het tijd voor Bakabana. Bakabana die. Vandaag is nu chef kok. Chef kok? Chef kok moet hard werken voor die bubble tea. Che. Die was een stukje servet. En jij meneer? Wat maak jij? Bakken ijs. John gaat rijst bakken. Noor. Ook. Daarna moet je die... Hey. Je morgje. Oh, maar je moet die bak houden, anders gaat het niet goed. Mixer. Gaat meedraaien. Mixer toch? Is het mixer, no? Ja, hand is die mixer. Je bak. Kom maar, rijden, maar. Oh, hij heeft geen pen kunnen vasthouden op school. Euro gaat vragen, wat is gebeurd, Noor? Ga je zeggen. Ja, een sambalpotje. Ja, je ziet pindastampen. Pindastampen? Pindastampen en ik geen... Kabana die klaar maken. Mixer. En daarna nasi draaien. Hallo allemaal! We zijn vandaag in de stad. Eigenlijk om naar de dokter te gaan. Voor John. Eigenlijk alleen een labbrief afhalen voor hem. Want hij gaat morgen prikken. En eenmaal we in de stad zijn, wilde Noor wat CY hebben. Smoothie of een frappé van CY. En zij heeft dan de white chocolate. En ik heb mijn matcha latte smoothie. Dat is lekker groen. En lekker op honeydew bij de yes. En op honeydew maar. Let's try it. Bijna mama probeert elke nieuwe ding. Dat is zo goed. Ik neem altijd die Oreo white chocolate. Niet te zoet, ook niet te sterk, it's just good the way it is. Yes, dan gaan we nu naar huis. Die anderen zijn thuis bezig te barbecuen. Noor is zo net klaar met haar pinda stampen. Ik heb gezegd vandaag ga je voor je smoothie werken. Ga pinda stampen voor opa. Okay. En bakabana deeg. En bakabana deeg maken. Oké, okay, tot zo. Ciao. Mm-hmm.
Heb je CY gehad? Je smoothie bedoel ik. En CY. Ben je tevreden? Heb je het verdiend? Mm-hmm. Enjoy! Kim-kim. Dit is kim-kim. Kim-kim. Tja, tja. Hey. Je kan je dat niet beter. Check die boter. Check die penda sambal. Sexy nasi. Sexy groente. En true sausages. Dat is niet sexy. Sausages, boy. Waarom moet dat vlees kappen? Oké, opa heeft ook sexy bakabanas. Let's go. En sexy bakabanas. Let's go look. Hier zijn we sexy. En hier is opa bezig met sexy bakabanas. Kijk hier. Het is nog heet. Let's try. Wat? Spannend. This is my food. Ik heb. Hey, je hebt alleen iwa. Ja, ik heb bakabana of nasi. Hana? Ik ga dit eten. Kersverse pinda sambal. Made half by Noor. Halfway. Ja. Let's taste it. Hey. Nou, je proeft die kantoor. Ja, is nu die.